Na een lange maand ben ik eindelijk weer terug met een unboxing review van de Zombie Strike Slingfire. Oké, we gaan even kijken nemen naar de box. Dan gaan we kijken naar zijn features en zo. Goed, we zien hier Nerf, het Nerf logo. We zien hier het geweer zelf. Het is een open face box, dus je kan de blaster aanraken. Je ziet hier zo nog een paar dingetjes staan. Er staat Lever Action Blaster. En dan zie je nog een plaatje van dat het Lever Action is. Hier zie je hem doet met de blaster. Het is voor 8+. Het heeft een 6 dart clip. Hier staat Slingfire. Hier staat het Hasbro logo. En hier staat zo'n zombie logo. En dat soort dingetjes. Op de achterkant staan nog een paar dingetjes. Die gewoon erop staat. Gewoon een beetje hoe die werkt. En dat soort dingetjes. Eigenlijk een soort van beschrijving op de achterkant. En hieronder staan nog wat waarschuwingen dat je niet op het hoofd moet richten. Dus ja. We gaan hem unboxen nu. Even kijken hoe dat helemaal zit. Ik zie hier voor de rest. Zie ik één dingetje. Ik zie hier nog wat stof zitten. Oké. Zit hier onder nog wat. Nee, hier kan niks. Even kijken of ik het eruit kan halen. Nou, hier zit ook nog wat spul van plastic en zo. Ik zie hier nog wat vlammetjes zitten. Even kijken. En zo. Even kijken. Hier zit ook nog wat plakband. Echt heel veel plakband zitten, jongens. Dat kan ik wel zeggen. Even kijken. Nou, even zo. Ja, oké. Goed. We kunnen hem zo openen. Hier zit ook nog wat plastic en shit. Nou, dit open je gewoon zo. Dus open de box van een beetje. En dan heb je onder hier. Krijg je de spullen die erbij horen. En dan scheuren we er gewoon vanaf. En dit zijn de kogels en de instructies zitten op de achterkant. Voor de rest zit daar niks meer. Dus nu gaan we de blaster eruit halen. Er zitten hier gewoon een paar van die touwtjes. Die je gewoon eventjes los moet knippen. Meer ook niet. Zo. Oké. Dan doen we deze nog. Even kijken, nou, want ja, zo. En dan deze nog. Goed. En dan halen we de blaster er zo uit. Oké. De box hebben we niet meer nodig, dus die laten we hier gewoon achter. Met wat shit. En hier hebben we dan de blaster. Wauw. Wauw, het richten is echt heerlijk. Het voelen ervan is ook lekker. Ik vind het heel lekker. Het voelen zo, het geweer zo tegen je schouder aanzetten is heel erg lekker. Het richten is lekker. De prime die moet wel een beetje ver naar voren. Maar dat is het ook eigenlijk wel gewoon het irritantste. Dat prime een beetje te ver naar voren moet. Maar voor de rest is het er niks ergens. Ik vind de look heel erg gaaf. Hier heb je dan de access door... Om je 12 dart clip te checken. Hoe het eruit ziet van binnen. Dat soort dingetjes. Als er een jam bijvoorbeeld zit. Voor de rest hebben we een tactical grill on the top. Voor. Nou, ik heb hier snel een grip. Bijvoorbeeld kan je makkelijk erop doen. Zo. Ga ik gewoon makkelijk erop doen. Ziet er wel een beetje idioot uit. Maar het is gewoon gaaf. Hier zie je een beetje een soort van beschrijving hoe het werkt. Van de Lever Action Blaster. Voor de rest, de achterkant is dit. Ik laat hem wel zo zien. Hier zie je een zombie logo. De achterkant is heel lekker. Het is een soort van boerengeweer. De handle is een soort van tape omheen gewikkeld voor een lekkere grip. Dat je niet het hout voelt. Voor de rest zit hier dan een tactical grill. Dan zie je Sledgefire staan. En daar Nerf. En hier zie je voor de rest een best wel gaaf voorkant waar je een beetje moet vasthouden. En ook wat tape daar omheen. En hier zie je een richter die je heel fijn kan zien als je zo gaat kijken.
En hij richt dus echt heel erg lekker, vind ik. Voor de rest zit hij lekker in de hand. Je kan hem makkelijk zo vasthouden. Je kan hem eigenlijk gewoon zo... Ik vind eigenlijk dit gewoon veel lekkerder eigenlijk. Maar dit is ook oké. Maar voor de rest... de Prime is dit ding. En die zet je naar voren. Helemaal naar voren primen tot je niet meer verder kan. En dan doe je naar voren. En dan kan je schieten. Voor de rest... prime deze helemaal naar voren. Dan kan je dit ding eruit halen. Even kijken. En dan heb je de Six Dark Clip hier zo. Ja, dit is de Six Dark Clip. Dan zie je... Aan de ene kant is... Ja, niet doorzichtig. Hier kan je er doorheen zien. En dan gaan we meteen hem vullen met kogels. Nou, ik ga jullie de kogels laten zien. Kogels laten zien. Het is voor de rest niet veel bijzonders. Het zijn gewoon doodnormale Zombie Strike Darts die we al een paar keer eerder hebben gezien. Even kijken... Ja, goed. Zo. Goed. Wat we hier in dit zakje hebben zitten zijn dus 6 Zombie Strike Darts. Gloednieuw. Het zijn gewoon groene, normale Zombie Strike Darts. Niks bijzonders aan, niks nieuws aan. Hier hebben we een waarschuwingsbriefje met allemaal soorten talen erop. En dan hebben we hier zo... De instructie die... Dat tot nu toe vind ik, dat ik tot nu toe heb opgemerkt, de grootste beschrijving is van de Zombie Strike Line. Normaal is het gewoon één plak papiertje gewoon. En hier heb je dan een beetje een kijkje hoe je alles moet reloaden en dat soort dingetjes. En ja, maar dat hebben we niet echt nodig, want ik weet al genoeg over deze blaster. En ja, om hem te reloaden ga je gewoon, je doet ze er gewoon in. Doe je hem omlaag, doe je hem erin, doe je hem weer omlaag, doe je hem erin, doe je hem omlaag, doe je hem erin, zo, zo, zo. Totdat je niet meer verder kan. En dan stop je hem erin. In. Inderdaad, je ziet het. Je krijgt hem er zo niet in. Ook zelfs niet zo, gewoon helemaal naar voren. Dat kan gewoon niet. Je kan het wel gewoon zonder de clip erin, kan je ook gewoon schieten met deze blaster. Maar wat het dus is met deze blaster... Is dat het gewoon flut is met reloaden, kan ik je zeggen. Je moet het ding in ieder geval naar voren halen, dat vind ik geen probleem. Wat je moet doen, je moet dit knopje, moet je indrukken en dan kan je hem erin doen. Daar hoort hij nu gewoon in te gaan. Even kijken. Ja, hoort hij nu gewoon in te kunnen. Waarom ga je er niet in? Kom op! Kom op nou man! Goed, ik ga nog even gewoon de instructies lezen. Want dit is echt een ingewikkelde blaster voor dingetjes te kunnen doen. Even kijken. Om de clip erin te doen, druk je dat. Voor de rest staat er in de instructies voor de rest niet hoe je dit ding moet gaan doen. Goed, je haalt hem helemaal naar voren. Helemaal naar voren moet je hem hebben. En dan, ja, kijk eens aan. Goed, en dan heb je hem erin. En dan kan je hem weer naar achter primen. Wat er gaaf is dat hij level action heeft. Dus je kan dan gewoon dit doen eigenlijk, een soort van. Dat ga ik zo meteen doen voor de camera als we de priming test gaan doen. Dus wat je moet doen, je klikt deze in om eruit te halen. En je moet deze inklikken om erin te doen. En dat vind ik dus echt niet goed van Nerf gedaan. Dat vind ik echt zonde van deze blaster. Het is zo'n gave blaster. En dan doen ze dat. Ja, ik vind het gewoon zonde. Gewoon van het werk dat ze hebben erin gespeeld. Weet je, het is gewoon zonde van... Het is zo'n mooie, goede blaster. Het heeft goede ranges. En dan doen ze zo met de blaster. Ik vind het niet goed van ze, maar ja. Oké, voor de rest heb ik niet echt veel te vertellen over deze blaster. Er is ook niet heel erg veel te vertellen over deze blaster. Voor de rest heeft hij wel een gave voorkant, vind ik. Ik vind het een gaaf iets. Hoe het eruit ziet. Het kan geen barrel extension erop doen. Ja, dan moet je hem helemaal modden en zo. Maar daar heb ik geen zin in. Want daar ben ik ook niet goed in. Ja, voor de rest. Deze grip zone. Ik vind hem goed. Maar na een tijdje dit schieten. Kunnen je vingers nogal raar voelen. En ja, voor de rest vind ik de trigger wel fijn. En de kleuren die er zo in zitten. Ik vind hem gewoon goed. Ik vind het zo wel goed eruit zien. Dus ja, we gaan een firing test doen. Ik neem jullie mee. En dan gaan we de firing test doen. Van de Nerf. Slickfire. Goed, oké. Nou, we hebben daar onze posters. Nou, mijn posters staan. En daar gaan we dus nu naartoe schieten.
Goed, we gaan er eentje schieten. Ik heb hier nog 0 keer mee geschoten, kan ik je zeggen. Alleen zonder kogel. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren met deze blaster. Wauw, dat schiet echt nice. Oké, ik ga nu de lever action proberen. Nee! Shit! Je moet echt harder en je moet echt heel hard. Maar je bent bang om dit ding te breken. Want dit ding, dat kost... Ja... Net 30 euro of zo. En dat, het is best zonde als je hem dan breekt op je eerste dag zoals ik hem net heb. Want ik heb hem net denk ik 1 kwartier geleden gekregen. Nee! Nou. Oké. Okay. Yes! Ja! Yeah! Nu moet hij echt alleen maar goed nog lukken. Oké. Okay. Nee. Shit. Volgens mij was dit mijn laatste. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, nog eentje. Yes! Het lukt nu weer. Oké. Okay. Nou, voor de rest. Ik vind het echt een gave blaster. Kan ik je zeggen. Kan ik je zeggen gewoon. Maar voor de rest. Als je dit gaat doen, dit. Dan krijg je nogal last van je vingers. Doordat je zo hard gaat duwen. Het doet gewoon zeer, vind ik. Het is echt een irritant iets. Dat kan ik je zeggen. En voor de rest om deze prime zo naar voren. En dan wil ik eigenlijk dit in 1 keer doen. Maar ja, het gaat dan niet zo makkelijk. Weet je, het gaat niet makkelijk om hem dan weer... Weet je, het gaat echt niet makkelijk dit. Het gaat gewoon echt niet makkelijk om hem eruit te halen. Ik vind het eigenlijk dat ze die dingetjes hier hadden moeten doen. Zoals ze bij de elektronische wapens doen. Weet je, dat lijkt me gewoon veel gaver. Maar voor de rest is het wel zo... Dus als je hem openhaalt, dat hij meteen er gewoon uitglijdt. Dus kijk. Zo. Weet je, hij glijdt er wel meteen uit. Dat is wat chill. Maar voor de rest. Als ik dit dus blaster zou moeten aanraden. Voor ranges. Ja, zeker. Zeker. Het heeft goede ranges. Dat weet ik wel. Dat het goede ranges heeft. Een vriend van mij had de Slingfire al. Ik heb hem nog niet zelf gezien. Voor de rest is het de eerste keer dat ik de Slingfire aanraak. De ranges van hem waren goed. En dus van deze denk ik ook wel. Voor de rest, voor de look. Zou ik hem ook gewoon doen. Voor het gaafheid van schieten. Zou ik hem zeker ook doen. Om hard te schieten zou ik ook wel doen. Hij schiet hard. Voor een nice grip. Handle en dat soort dingetjes. Zou ik hem... Ja, midden of meer 50-50 is het een beetje. Voor reloading. Nee, totaal niet. Totaal niet. Het is zo irritant om dit eigenlijk te doen. Want je moet eigenlijk... Dan zit je in de gevecht zo. En dan is opeens je ammo leeg. Dan moet je echt dit doen. Je moet serieus je geweer helemaal vasthouden. Je nieuwe merk pakken. Wat? Wat zag ik daar nou? Oh mijn god. Het is niet bij elke blaster dus. Want die vriend van mij, die heeft deze dus ook. En daar zo moet je serieus... Moet je dit ding naar achter halen en dan kan je er pas in stoppen. Echt raar. Dat is echt raar. Dat vind ik niet goed van Nerf. Dat het bij sommigen een verkeerd iets is gegaan. Tijdens het bouwen van dat geweer. Maar ja, voor de rest zou ik dus niet echt snel. Want je moet eigenlijk je hele wapen, je moet dit ding helemaal naar voren primen. En je hebt kans dat hij soms naar achter gaat. Doordat je hem aantikt. Wat dan met een simpel tikje zo. Gaat hij naar achter, weet je? Dat is wel zonde. Je haalt hem zo naar voren. En dan... Kijk, zie je? Je hebt wel kans dat je hem niet ver naar voren haalt. Zoals ik doe, weet je? En dat is gewoon zonde van dit geweer. Zie je? Je kan hem dus naar achter tikken. En dat is gewoon zonde van het geweer. Maar voor de rest zou ik hem op zich wel aanraden. Ik zou hem aanraden om te kopen. Ik vind het een goede prijs voor deze blaster. En ja, ik ben blij om weer terug te zijn op YouTube. Dat ik weer na een maand eindelijk weer een blaster kon kopen voor jullie. En kon gaan reviewen. En ja, dan... ja, dat is de volgende blaster zal wel... Ik denk de Z-Squad Longshot zal zijn. Ja, de Zombie Strike Z-Squad Longshot. Of misschien de N-Strike Longshot en de Z-Squad Longshot. Omdat ik ze eigenlijk gewoon eerst de N-Strike wil laten zien aan jullie. Zodat jullie dat ook gewoon kunnen zien. Het verschil tussen de twee blasters.
Dus ja, ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Na een maand lang te wachten te hebben, heb ik nu eigenlijk de Slim 5 voor jullie.